Dit systeem noemen we de mooring actuator. Ja, in die oude situatie gebruiken we dus trossen om de bakken af te meren. En doordat we die trossen niet strak doorgehaald krijgen, komen die vaak zeer abrupt onder spanning te staan, waardoor ze breken. En tijdens het breken is er altijd een heel groot risico dat net toevallig iemand loopt in de snapback zone, zoals we dat noemen. Dat is waar de tros heen springt op het moment dat hij breekt. Daarbij hebben we het nog eens een keer dat we twee mensen nodig hebben die op hoogte op de bak lopen, die tros omhoog te tillen, en twee mensen op de backhoe om die tros vast te zetten. Waarbij je toch wel vaak ziet dat er gevaar is voor beknelling van vingers en voor rugklachten voor de mensen die op de bak bezig zijn. En dat ze uitglijden en ja, dat ze ten val komen. Een area manager die aan boord stapte van een backhoe, die zei van: is nou niemand die eens een keer met een idee kan komen voor al die trossen die alle kanten uitstaan. En toen dacht ik bij mezelf van ja, volgens mij moet daar inderdaad best wel een betere oplossing voor te vinden zijn. En daar kwam uiteindelijk het idee naar voren met de bal. Om de bal te gebruiken die je in een soort vangmuil legt, waardoor die vasthoudt. Toen al die componenten zeg maar samengevoegd waren tot één geheel, de mooring actuator, hebben we de mooring actuators geplaatst op een flat rack samen met de powerpack aan te drijven en zijn we gaan beproeven. Dus dat hebben we gewoon eerst gedaan, gewoon op het droge. Na 3 kwart jaar dat we zijn begonnen met het tekenen van de mooring systeem, waren we zover dat we eigenlijk een schip moesten hebben waarop we de armen konden gaan plaatsen in een prototype opstelling om te kunnen gaan testen. Wij stonden er klaar voor en de bak kwam aanvaren en dat was voor mij wel een heel spannend moment. Op dat moment was ik wel zenuwachtig. Toen kwam die bak kwam binnen bereik en ik heb nog eventjes gewacht. Ik denk ja, nog iets dichterbij en uiteindelijk dacht ik van ja, nu moet het maar gebeuren. En toen heb ik die bal ernaartoe gedraaid en uiteindelijk achter de bolder gehaakt. En dat ging eigenlijk bijna vanzelf. Toen die gehaakt was, de bak langzij getrokken. Toen vervolgens overgeschakeld naar de andere arm en daar ook de draad gekoppeld aan de bak. Het grote voordeel van het systeem is dus dat we geen mensen meer op de bakken nodig hebben. Geen mensen die meer met zware trossen hoeven te sjouwen. En dat je dus nog maar één man nodig hebt om het gehele koppelproces te doen. Wat ook nog eens veel sneller gaat en veel eerder kan beginnen met koppelen vanwege dat je geen mensen hebt die tros over hoeven te geven aan elkaar. Dan tijdens het proces wordt de bak constant in dezelfde positie gehouden. Waardoor de operator altijd weet in welke positie dat ligt. Dat is heel fijn voor de operator, want anders moet hij toch altijd kijken van oh, nu ligt hij weer 2 meter hierheen of daar, 2 meter daarheen. En op het moment dat de bak vol raakt en de operator meer achterin de bak wil gaan laden, dan kan hij de bak ook naar voren of naar achter halen door een bediening die hij heeft bij zijn stoel. Wat dus uiteindelijk hele grote productievoordelen oplevert. En het meest belangrijke, de veiligheid.